Duizenden mensen uit heel Europa vierden vannacht een illegaal feest in Ammerzoden. Volgens omwonenden werd er pas veel te laat ingegrepen door de gemeente en de politie. Gelderse voedselbanken hebben een dubieus recordjaar, want er was nog nooit zoveel vraag om hulp. We moeten zorgen dat er meer voedsel binnenkomt, meer vrijwilligers en noem maar op. En Gelderse Marokkanen kwamen vandaag niet alleen in de moskee samen om te bidden, maar ook om voetbal te kijken. Goedenavond. Een groot illegaal feest heeft vannacht en vanochtend de gemoederen in Ammerzoden flink bezig gehouden. Tot in de vroege uurtjes schalde harde housemuziek uit een leegstaande loods aan de Lange Wijsteeg. Tot grote ergernis van omwonenden. Wij konden niet slapen. De beat kwam gewoon het huis in. Dus al deed je oordoppen in, je voelde de beat gewoon in het huis. Maar het gaf ook een hele... Ze waren niet onaardig, maar het zijn zulke ongure types. Het gaf echt... Het was eng. Er waren duizenden feestvierders in Ammerzoden aanwezig. En de politie sloot vanochtend twee afritten van de A2 af... bij Zaltbommel en Kerkdriel, om te voorkomen dat er nog meer mensen zouden komen. In de loods in het buitengebied stond een DJ-set met alles erop en eraan. En de bezoekers kwamen uit heel Europa, zoals Spanje, Polen en Frankrijk, maar ook gewoon uit Nederland. Was het een goed feestje? Het was een superfeestje. Supermooi. Ja, mooi. Ja, waarom? Hoe was de sfeer? De sfeer was fantastisch, gezellig. Iedereen was kei vrolijk. En ja, de bom. Illegaal. Ja. Het is officieel illegaal, maar mij verder niet uit. Maar het is geen officieel feestje, hè? Nee, als je zo bekijkt niet. Maar een officieel feestje ga ik al zo lang niet meer heen. Daar word je zo opgelegd. Ja, tussen 7 en 8 uur vanochtend werd de organisatie gevraagd om het feest te stoppen. En die gaf daar gehoor aan. De feestvierders gingen daarop ook zonder problemen weg. Maar omwonenden vonden dat veel en veel te laat. En zij zijn boos op de gemeente. En vinden ook dat de politie eerder had moeten ingrijpen. 5:12 of zo heb ik de politie gebeld. En ja, dit was gewoon niet normaal. Toen stonden ze tot in mijn tuin toe. Je weet niet wat er aan de hand is. Je weet niet wat het publiek erop afkomt. Je voelt ze zeer bedreigd. En ja, dat vinden wij niet fijn hier. Die vertelde ook, dit is het allergrootste, ja, ik noem het maar KUT-muziekfeest van de Benelux. Dit is ook niet te stoppen. Jullie gaan ons ook niet tegenhouden. Dit feest gaat gewoon door. Nou, ze hebben gewoon gelijk gehad. Als er zoveel mensen op de been zijn, dan is het niet makkelijk om het in één keer te stoppen, zo'n feest. Dan heb je best wel wat politiemensen nodig. Die waren uiteindelijk in de ochtend, stonden die klaar om in te grijpen als dat nodig zou zijn. En op zich, achteraf blijkt dat het mensen zijn die allemaal geen kwaad in de bul hebben. Maar ze hebben niks te zoeken bij mij in de tuin. Ze moeten gewoon op sodemieteren. Alles stapt in de auto's. Ze zijn allemaal onder invloed. En het rijdt gewoon aan. Dat mag schijnbaar allemaal hier in Nederland. Ja, er zijn geen aanhoudingen uit voortgekomen. Ja, dat is wel, ik kan me voorstellen, voor de buurt teleurstellend. Ik weet ook niet of het een goed idee is om zijn tent waar 2000 mensen binnen op het feest zijn, om die met 3 pelotons daarmee leeg te slaan. Want ja, daar staan ze buiten. Dan hebben we er misschien meer last van dan nou. Maar het was vanmorgen tot nog een uur of 7 nog een volle bak herrie. Ik heb slecht geslapen. Uiteindelijk stoppen we het feest wel. Dus dat is wel hetgene waar we op uit zijn. Dus dat mag de buurt ook zien wat dat betreft, dat het wel gestopt wordt. Niet zo snel als dat we allemaal misschien wel zouden willen. Burgemeester Henny van Koten van de gemeente Maasdriel laat weten dat er bij de beëindiging van het feest veel kentekens zijn geregistreerd en dat daar nog wel een vervolg op komt. En dan, het jaar 2022 gaat voor Gelderse voedselbanken de boeken in als een recordjaar. Maar het is niet een record waar ze blij mee zijn, want ze hadden het nog nooit zo druk. Gemiddeld zagen ze in een jaar tijd hun klantenbestand met zo'n 30% groeien. Als organisatie denk je van nou, 35% meer klanten, dat is fantastisch voor een bedrijf wat winst maakt. Maar ja, voor de voedselbank betekent dat gewoon 35% meer werk. Het verbaast ons ook helemaal niet, maar tegelijkertijd schrik je er wel van. Er zijn zoveel mensen die niet meer rond kunnen komen die dat in het verleden wel konden. Ja. En gelukkig zijn wij er als vangnet en dat doen we ook graag. Maar zolang het kraakt en piept het ook wel, zoveel klanten hebben we inmiddels. Ja, we moeten extra inzamelen, dus meer kosten met de auto, maar ook vaker de winkels af, meer kosten ook qua energie natuurlijk. Hè. Daar heeft iedereen last van. Dat is één van de redenen dat er meer klanten komen. En ja, dat moet allemaal wel opgebracht worden. Als je niet genoeg te eten hebt, is dat echt iets wat een stempel drukt op een gezin. En daarom zijn wij blij dat wij bestaan. Hè. Wij slepen met voedsel, wij delen voedsel uit. Daar zijn we gelukkig heel goed in. Maar je wil ook
dat het een laatste vangnet is. En dat het zo groot wordt als nu, dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Tientallen Marokkanen in Ede zaten vanmiddag met een dilemma. Het Marokkaanse voetbalelftal speelde op het WK tegen België tijdens het middaggebed. En dus werd de eerste helft van de wedstrijd noodgedwongen gekeken in de moskee. Even voor tweeën stroomt deze moskee in Ede vol met gespannen Gelderse Marokkanen die in de kantine hun voetbal komen kijken. En zij zijn er zeker van dat Marokko kan winnen van België. Ik heb een voetbalpool op mijn werk en ik had Marokko op de tweede plek staan onder Kroatië. En dan moet er gewonnen worden dus vandaag. Gewonnen of gelijkspel, we maken het af tegen Canada. Ik kijk voetballen, weet je wel, met mensen. Met alle mensen, weet je wel, ik vind het gezellig. Gezellig is gezellig zo. Dus bent op je hart, hè? Spannend, hè? Ja, zeker spannend, ja. Ik vind het nou stooi je met spannend, dus ik wil toch wel verder kijken. Ja. Want waarom kijkt u hier? Waarom kijk ik hier? Omdat het gezellig is. Sowieso elke zondag ben ik in de moskee. En ik vind het fijn om met mijn andere broeders hier voetbal te kunnen kijken. En dus trekt een aantal ook de rode kleur aan van de Marokkaanse vlag. Vind ik mooi. Ja. Ik ben Marokkaan. Misschien jij ook doen van Nederland. Ja, ik doe het van Marokko. Iedereen is voor één land. Iedereen staat achter hetzelfde. De spanning is denk ik bij iedereen wel hetzelfde. Dus ja, het is de mooiste plek om samen voetbal te kijken. Allahu Akbar. Toch moet de wedstrijd bij 0-0 worden onderbroken voor het middaggebed. Eenmaal terug in de kantine kan er gejuicht worden. Marokko wint uiteindelijk met 2-0 van België. Straks, het is eindelijk weer de tijd van het jaar om op de midwinterhoorn te blazen. Maar wat het officiële startmoment is, daar lopen de meningen over uiteen. Zometeen meer hierover. Bij een huis in de wijk De Maten in Apeldoorn is vannacht een auto uitgebrand. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto in vlammen opging. Bij de woning aan het Holtrichtersveld was begin oktober nog een schietpartij. De bewoner vertelde toen aan de politie dat zijn gezin bedreigd werd. Of er een verband is tussen de autobrand en de schietpartij wordt onderzocht. Twee historische houten wagons van de Veluwse stoomtreinmaatschappij zijn in Loenen volledig uitgebrand. De antieke stoomtreinen zijn toeristische attracties. 3 jaar geleden arriveerde Sinterklaas tijdens de landelijke intocht nog met een van de treinen. De politie sluit brandstichting niet uit. En normaal gesproken is graffiti spuiten illegaal, maar in Apeldoorn werd er vandaag aandacht mee gevraagd voor geweld tegen vrouwen. De actie is onderdeel van de internationale campagne Orange the World. En voor het goede doel pakte de wethouder zelf ook de spuitbus. Dus we vragen ook echt nadrukkelijk mensen, kijk om je heen, zie je iets wat niet klopt, meld het. Zodat we daar daadwerkelijk ook actie op kunnen ondernemen. Zodat we dat de wereld uit kunnen krijgen. Het is officieel nog herfst, maar de eerste wintermaand staat voor de deur. En als u een tuin heeft, dan ziet u er misschien wel tegenop om de tuin winterklaar te maken. Maar het is helemaal niet zoveel werk om goed te zorgen voor planten en dieren. Volgens natuurgids Anke Hollink uit Neede. Bladeren opruimen, snoeien, vetbollen en pinda's ophangen voor de vogeltjes. Het hoort allemaal bij het winter klaarmaken van de tuin. Eigenlijk is dat op dit moment nog helemaal niet nodig, want er is nog ontzettend veel te scharrelen voor de vogels. Zeker als je de tuin niet opruimt, je laat alles staan, is er nog heel veel zaad. Het blad ligt er allemaal, er zitten allemaal nog beestjes onder. Toch kun je wel iets doen en wel voor de familie Egel. Ik heb een mand en daar zit hooi en stro in en daar zit boomschors in. En dat is de bedoeling dat ik hiermee het winterverblijf van de egels ga vullen. Dit vinden ze heerlijk. Lekker verdelen. Dan gaan ze naar binnen en dan gaan ze net zo lang broeden tot ze een heerlijk rond nestje hebben. Dan gaat de deksel er weer op. En dan liggen ze daar de hele winter in te slapen. En als dat klaar is, dan is het grote werk eigenlijk alweer gedaan. Ik zou verder helemaal niets meer opruimen. Laat het blad liggen. Laat de planten staan. Ook in de stengels, holle stengels van planten, zitten allerlei kevers, insecten, torretjes. Dus hoe meer je opruimt, hoe meer je ook vernielt aan de dierenpopulatie in je tuin. Dus laat het gewoon staan. Ja, op die manier kan de flora en fauna het dus goed overleven.
En wie juist opleven in deze tijd van het jaar, zijn de leden van de Midwinterhoornvereniging in de Achterhoek. Want zij mogen weer op hun instrument blazen. En van dit geluid krijgen zij het juist warm. Maar wanneer mag je nou eigenlijk officieel voor de eerste keer in het jaar op de hoorn blazen? Nou, daarover verschillende meningen tussen de blazers. Want mag je al op de zaterdagavond voor Advent gaan blazen? Of moet je wachten tot de ochtend waarop de aanloopperiode naar kerst officieel begint? Vanwege het aankondiging van het kerstkind is er eigenlijk in de traditie ontstaan dat het vanaf de eerste Advent tot drie koningen geblazen mag worden. De midwinterhoornblazers uit Ruurlo beginnen dus vandaag officieel met blazen. Op de eerste dag van Advent, de periode in de aanloop naar kerst. In Eibergen hebben ze gisteravond al voor het eerst weer de midwinterhoorns aan de lippen gehouden. De vroegere pastoors lieten ook de kerkgangers vertrekken naar de late mis op zaterdagavond met de boodschap daarvan. Nu is Advent begonnen. Dus wij vinden het heel legitiem eigenlijk om gewoon op zaterdagavond al te beginnen met het blazen. Ook al wordt er anders gedacht over wanneer er weer geblazen mag worden. De groepen uit Ruurlo en Eiberg stonden vandaag samen langs de route van de 23e editie van de Ruurlse Midwinterhoornwandeling. Want bij de blazende mannen en vrouwen uit de Achterhoekse dorpen zit de midwinterhoorntraditie heel diep. Het zit gewoon bij ons in de familie eigenlijk. Het hoort een beetje voor ons gevoel bij deze streek. En omdat iedereen zich er zo lekker bij voelt, wordt er ook geen ruzie gemaakt over wanneer je nou wel of niet met blazen mag beginnen. Sterker nog, de blazers vinden elkaar in het wegblazen van alle somberheid in deze donkere dagen voor kerst. Het wordt in het voorjaar elke keer weer licht en wij denken toch dat het te maken heeft dat wij geblazen hebben. Ja, wat het weer doet met december in aantocht, dat zien we in het weerbericht. Nou, vanavond is het bewolkt en valt er regen of motregen, maar het is soms ook even droog. De temperatuur ligt rond de 7 graden en in de nacht verandert daar weinig aan. Morgen is het vooral bewolkt en kan er soms wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 8. Dinsdag is er veel kans op nevel en mist, maar blijft het wel droog. En later in de week komt de vrieskou tevoorschijn, wel vooral 's nachts. Dan hebben we toch een beetje winters weer. Tot zover het Gelders nieuws. Hou onze site gld.nl of onze Omroep Gelderland app in de gaten voor nieuwe verhalen en updates. Fijne avond.